Peter Wesseling, trainer DVS, zo kort na de wedstrijd DVS 33 tegen Excelsior 31. Helaas, de eerste thuiswedstrijd levert geen 3 punten op. En dat nog wel van je oude club. Met wat voor gevoel sta je hier als hoofdtrainer van DVS? Teleurgesteld dat je verliest. Ik bedoel, vorige week goed begonnen. Dat heb ik ook gezegd, van, ja, duurt volgende week niet goed. Dan ben je het ook weer snel vergeten en zo is het. Hè. Ik bedoel, ja. Maar nee, gewoon teleurgesteld, met name over de eerste helft. In de eerste helft verdiende de Excelsior 31 de voorsprong. Nou, op basis van de tweede helft was het dan gelijk spelletje. Ja, je krijgt niet altijd wat je verdient. Was dat in je ogen meer terecht geweest? Ja, wellicht. Maar het is 1-0. Dus of nou iets terecht is of niet terecht is. Het is gewoon 1-0. Maar met name de eerste helft, ook in de groep, blijft heel erg hangen. We hadden weinig initiatief. We durfden niks. En dan wordt het heel statisch. Dan spelen we de bal achterin rond. Excelsior vindt prima. Als de bal dan al naar voren gaat, dan waren we hem snel kwijt. Waardoor je heel veel schakelmomentjes krijgt, met name voor ons. Wij in grote ruimtes komen te spelen. Ja, we eigenlijk afgezegd hadden, op het moment dat we de bal verliezen, gaan we er druk op zetten. Maar ja, als je eigenlijk niet klaar bent, omdat je bij de eerste bal of bij de tweede bal de bal verliest. Je hebt geen tijd om je organisatie neer te zetten. Op het moment dat je bal verliest, lijkt dat je dan de druk op hebt. Ja, dan zijn zij gewoon in staat om daar onderuit te voetballen. Dus dat gebeurde de eerste helft. Ja, en wat heb je in de rust gezegd? Nou ja, met name dat we het aan de bal beter moeten doen. Vandaar ook de twee wissels. In het centrum moest gewoon meer gebeuren. En aan de linkerkant gebeurde, als er al wat gebeurde, eerst gebeurde met name aan de rechterkant. Dus ook aan de linkerkant hebben we Robot gebracht. Die durft toch iets meer te voetballen, vooruit, middenvelders aan te spelen. En het heeft zich uitbetaald. Uiteindelijk de tweede helft natuurlijk controle over de wedstrijd. Veel meer druk erop. We hebben ons kans gecreëerd. Veel energie. Bal is Stef Nijland nog op de lat. Ja, bal op de lat. Maar ook wel door kunnen voetballen. Bij hun, zij stonden rond de 16 meter. Dat is gewoon hartstikke lastig om er dan doorheen te voetballen. Maar we zijn toch een aantal keren de 16 meter ingekomen. We hebben een paar goede kansen gehad. Niet beloond. En blijft het 1-0. Ja, precies. Dan zonder die eerste thuiswedstrijd, zoals ik al zei, en helemaal tegen je club, die Excelsior 31. Voelt dat nog extra lastig? Nou, of is dat nee, voor hoor. Nee. Kijk, ik vind dat ze het gewoon prima voor elkaar hadden. Met name de eerste helft, zeg maar, ze hadden het goed georganiseerd. Maar nogmaals, we moeten met name bij onszelf zoeken. Dat we gewoon veel te weinig initiatief hadden aan de bal, de eerste helft. Want als je het niveau van de eerste tweede helft kunt brengen, wat je in de tweede helft kunt brengen, dan heb je kans dat dan maak je er veel meer een wedstrijd van. En dat was de eerste helft niet. En dan volgende week uit naar Stedoco. Ja, Stedoco. Voor wat waard is. Ik bedoel, we hebben zich volgens mij redelijk versterkt. Vorige week een goede uitslag tegen Ajax. Ik weet niet wat ze nu gedaan hebben. Volgens mij stonden ze 1-0 voor. Ze stonden 1-0 voor, ja. Alle wedstrijden. Moeten we er volop? Nou ja, en als we er volop gaan en als dat betekent dat we het niveau van de tweede helft aantikken, zeg maar. Met name het initiatief en naar voren willen voetballen. Dan kunnen we met elke tegenstander meestrijden, natuurlijk. Resumé, eerste helft vergeten. Op basis van de tweede helft de neuzen de goede kant op en op naar Sedoko. Ja, dat leeft. De ene kant leeft, wat ik al zei. De teleurstelling van de eerste helft, wat als. Maar met name ook de tweede helft blijft wel beklijven, zeg maar, dat je blijft hangen. Omdat je daar wel je niveau haalt. En dat moet ons basisniveau zijn en worden. Daar moeten we naartoe werken, natuurlijk. Nou, wensen we je daar heel veel succes mee naar de volgende week toe. En bedankt voor dit interview. Fijn weekend.